Ik geloof dat er net besloten is dat de stoel opnieuw bekleed gaat worden. Ik snap je sowieso niet. Dus, oké, we gaan gewoon aan het werk. We hebben niks te vertellen. Maar wel veel te doen. Sowieso nooit wat te vertellen. Nieuwe dag vandaag. Goedemiddag. Het is vandaag donderdag. Langzaam gaat alles een beetje door elkaar lopen. Werk, privé, klussen. Maar wel heel erg leuk. Ik heb wat spullen meegenomen om de kastjes waar nog niet de deuren op zitten een beetje klaar te maken. Klein beetje in te richten voor ons weekend volgende week. Ons proefweekend lievelingen. Maar wat ik vandaag ga doen is wat ik heel graag wil al een tijdje. En wat ik leuk vindt om te doen, omdat het verschil denk ik heel erg groot is met hoe het nu is, is het aanrecht blad zwart maken. Het staat al een weekje in de grondverf ongeveer. En vandaag ga ik het zwart schilderen. Gewoon de slag. Klusmiddagje. Wel een hoop gedaan. Het aardigblad is zwart. Eerste keer zwart. Staat erin. Super, super, super. En ik heb de zwarte kunststof dingetjes die we niet weg konden halen voor het schilderen. Voor de verwarming. Die heb ik zwart bijgewerkt. Het is een beetje op het oog. Maar het staat wel veel netter dan het was. Dus ik ga nu naar huis. Dus dag afsluiten. En we gaan vanavond iets heel erg leuks doen. 11 april. Onthoud die datum. Onthoud dat ik nu zeg, we gaan vanavond iets leuks doen. Iets bijzonders, iets speciaals. Hele mooie stap. Daar zijn we super blij mee. Beetje mysterieus. 11 april. Onthoud die datum. Fijne avond. Ciao. Net besloten is dat de stoel opnieuw bekleed gaat worden. Oeps. Ik ga gewoon eventjes opruimen. Ik zit ook echt helemaal onder de witte verf nu zelf. Ook onder de zwarte verf. Oh shoot. Gatverdering. Het is een beetje een zooitje. Ik ga naar huis. Wij gaan iets vieren vanavond. Eigenlijk het vervolg op wat ik eerder al zei, dat we gingen vieren of wat voor spannend we gingen doen. Nou, wie weet komt het gewoon later even terug. Dus ik ga toch zeggen, we hebben het huis verkocht binnen 2 weken. We zijn heel erg blij. We zijn heel erg blij met de nieuwe kopers. En nou, denken dat zij een mooie nieuwe fase tegemoet gaan in straks hun huis. Maar vanavond is het tijd om even met z'n vieren dat te vieren. Dus dat gaan we doen. Fijne avond. Ciao. Goedemorgen, het is zaterdag. En nu, niet onbelangrijk, ik ga nog even binnen zitten en het aanvraagformulier voor de camperverzekering, dat is best een lastige. Ik ga het aanvraagformulier invullen. De camperverzekering die hebben we natuurlijk nodig voor Europa, maar we zijn uitgeschreven uit Nederland, dus dat wordt wat lastiger. Nou goed, het is best een gecompliceerd klusje dat we moeten doen, administratief klusje. Maar we hebben nu iemand gevonden, een partij gevonden die gewoon deze aanvraag in gaat dienen en gaat kijken hoe ver we komen. Dus daar ga ik even mee beginnen. Aanvraagformulier ligt klaar, papieren liggen klaar, rijbewijs ligt klaar met daarop natuurlijk het C1 rijbewijs. Ik ga het invullen en dan kan het op de post. Gefixt. Oh.
Bijna. Kunnen we even nou, nou, gaan we dingen ophangen? Keukenrolhouder. Toilettenrolhouder. Een hertje. Een hert. Een hert. Uit Amerika. En nu in Kooten. Hey. Cool. Ja, leuk. Nice. Thanks to Amazon. Oh nee, niet thanks. If you want to have one, please click the link below. Link below, swipe up. Schroefjes zoeken. Kleine schroefjes moet ik hebben. Klein is goed. Dus. Oh, nou, het is hier zo koud. Oké. Nou, hi Toki. Je kunt het afmaken, hè? Oké. Okay. Ik zit niks meer aan doen. Lekker, hè? Mooi. Weer iets af. Kijk. Da-da-da-da-da. Die werkt. Samen. Deze ook. Nee, maar we gaan het gordijn hier sowieso niet ophangen, want het wordt veel te vies op de grond. Nu nog? Ja, dus dat gaan we sowieso niet doen. We gaan er sowieso geen gordijn ophangen. Nee, maar ik zou... Jawel, ze hebben toch gordijn besteld hier? Oh ja, nee, sowieso wel, maar sowieso nu niet. Ik snap je sowieso niet. Sowieso moet hier het lijntje. Ik snap het sowieso niet meer. Nee. Oké. Okay. Dat gaat niet zo. Potlood. Oh, we moeten er vol. Nee, dat is een grapje. Oké, hou hem dan. Ah, serieus. Ah, nee, dat moet ik allemaal weer. Ja, maar daar gaat het nu niet over. Ah. Ja? Ja. Zit je er klaar voor? Ik zit er klaar voor. Nou, goed. Hou dat gevoel vast. Afsluiten voor vandaag met deze bakjes. Afsluiten met de bakjes. Afsluiten met de bakjes. Nou. Top. Hey, goed gewerkt. Oh, ik wil je iets geven. Goed gedaan. Nice. Tot morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Goedemorgen, Maria. Je kijkt alsof je het koud hebt. Dat klopt. Het was vannacht 2 graden en het is een beetje koud in de camper nog. Maar dat geeft niet. We gaan hard aan het werk en dan komt het goed. Kleine klusjes, hè, vandaag. Kleine klusjes. Kleine klusjes. Schroeven erin. Bakje monteren. Pleetje bij het aanrecht. Kroontjes op elektriciteitssnoertjes. En dit ding plakken. Onze landkaart. Die gaan we er wel plakken. En het wachten is vandaag op de eerste kastjes. Op de kastjes, ja. Ja, de rest, hè. Van die Kees komt terugbrengen. Dat zou wel cool zijn. De vader Kees. Op de kussens. Maar die komen niet vandaag volgens mij, toch? Moeder Bertien. Nee, die komen waarschijnlijk niet vandaag. Maar je weet het nooit, hè? Nou, we gaan het zien. Je weet het nooit bij mijn moeder. Die is echt altijd... En dan toch lukt het vaak. Dus wie weet. En als het niet goed niet is, dan is het ook goed. Ja. Oh ja, en we gaan gewoon ook eventjes de boel organiseren. Dus de matrassen die nu hier achter liggen, daar, die gaan... Daarachter. Daarheen. Zit in je neus. Okay. Dus, oké, we gaan gewoon aan het werk. Started. We hebben niks te vertellen. Maar wel veel te doen. Sowieso nooit wat te vertellen. Dus, oké, aan het werk. Aan het werk.
dit? Kaart van Europa, als we kunnen kijken. Waar gaan we heen? Waar zijn we? Nou, superleuk. Afsluiten voor vandaag. Tada. Morgen weer verder. Morgen verder. Even een dagje vrij nemen. Ook fijn. Naar Mido. En even wat lekker eten. Ja. Ciao. Ciao. Zo, goedemorgen lieve mensen. We zijn weer vanuit de camper. Maandagochtend. Ik denk een maandje of 4 voor vertrek. Dagje vrijgenomen, zodat we een beetje voortgang kunnen boeken. En vandaag gaan we verder. Dat hebben we op het agenda of op de planning staan. Koelkastpinnetje, belangrijk. Water, toilet. Bakje van de afwas terug. Plint aanrecht, blad. Plint onder kast boven bank. Ja, dat is dat mooie plintje wat we gisteren buiten neergezet hebben. Kijk, je moet eventjes de juiste kromming krijgen. En latjes kooflijmen. Oh ja, dat zijn die kleine latjes die daar in het hoekje zitten. Die gaan we ook proberen te fixen. Dus allemaal kleine klusjes. Al met al zie je dat er best een hoop tijd kost. Dus we gaan snel aan de slag. We gaan aan het werk. Probleem 1 opgelost. We hebben een goed boutje gevonden. Iets te lang. Dus ik ga bij de do-it-zelver nog eventjes kijken of we een goede hebben. Anders kunnen we die ook nog afzagen. Zo mensen, we hebben weer een kleine overwinning. Ja, ja, daar komt ie. Komt ie, hè? Lekker. Komt weer water uit, hartstikke goed. We moeten wel de tanks nog even schoonmaken. Dat hebben we nog niet gedaan. Nou, laatste klusje van vandaag. En dat is het vastlijmen van dat randje wat we daarachter hebben gezaagd. En van een paar plankjes, afwerkplankjes aan de voorkant. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we lekker naar huis. En dan zit het erop. Dan hebben we mooi werk verricht vandaag. Het water werkt. Draadjes weggewerkt hier. Hier heb ik het een beetje provisorisch weggewerkt. En daar weggewerkt. En de kraan gefixt. Deze pakje teruggeplaatst. Dus mooi werk gedaan weer vandaag. Ja, nu gaan we nog even lijmen. En dan gaan we lekker naar huis. Zo, kleine stukjes zitten er ook op. Dus dat ziet er goed uit. Ik denk dat we bijna klaar zijn voor ons weekendje lievelingen. Nog eventjes de kastjes terug. Dat gaan we waarschijnlijk vrijdag doen. Gouden randjes, die is Marije de Vader nog op aan het plakken. En dan kunnen ze terug. Ik denk dat we een mooi resultaat geboekt hebben de afgelopen 2 weken. Van een hoop rommel naar een huisje dat bijna af is. Maar goed. Verder van Boet? Ik vind het mooi. Jij vindt het mooi? Ja. Mooi om naar huis te gaan? Ja. Tot volgende week. Goed zo.